Een van de bierstijlen waar ik toch altijd wel een beetje een zwak voor heb, dat zijn de saisonbieren. Een mooie Waalse specialiteit. Altijd een beetje fruitig, droog, in ieder geval heel droog. En de geur ja, is wel een beetje dat fruitige, maar ook soms een beetje dat stro-stalachtige. De moeder aller saisons, ja, die heb ik al een keertje beoordeeld. Maar ik heb nu deze, dat is de Palja Saison. En ik ben eigenlijk wel benieuwd of dit ook een beetje een goede saison is. Saison werd gebrouwen in Wallonië voor de arbeiders op het land. Dus het is goed doordrinkbaar. Niet al te veel alcohol, doorslessend. Dus dat is wat je ook wel kan verwachten. En hier heeft dus ook dat fruitige en droog. Een heel belangrijk element. En wat mij betreft vind ik toch altijd als een saison een klein beetje dat hoekige heeft. Ja, niet helemaal smooth. Dat vind ik dan toch ook echt wel wat hebben. In ieder geval eens even gaan kijken. Nou, wat je in ieder geval ziet, hij is niet helder. Een mooi beetje gelige kleur. Nou, echt wel een beetje, want uiteindelijk is het toch een beetje voor de arbeiders die de oogst van het land afhalen. Dus een beetje een zomerbier. Nou, dat is ook wel echt een beetje een mooie kleur die hoort bij het zonnetje. Ja, je ruikt meteen die fruitige geuren. Maar er zit inderdaad ook iets aan, ja, ik noem dat toch een beetje stal. En ik hou er eigenlijk wel van. Ik vind het wel gewoon een geinig element van zo'n seizoen. Het begint heel erg fruitig. Echt wat je een beetje bij een Belgisch bier verwacht. Een heel licht, mooi, subtiel zuurtje in, wat alles net even een beetje optrekt. Ja, en wat opvalt, de afdronk die is hartstikke mooi droog. En dat maakt het toch ook wel een beetje bijzonder. Dat hele droge wat een saison heeft, dat maakt toch een beetje dat het een wat bijzonder bier is. Deze heeft het zeker. Dat hoekige, dat heeft hij een beetje. Dat komt vooral door dat zuurtje een beetje wat erin zit. Dus nou ja, als je houdt een beetje van dat een beetje frisse, fruitige Belgische bier, dan is saison zeker een aanrader. Maar je moet je wel realiseren dat het fruitige vooral de geur is. En een beetje het smaakje, zeg maar wat dan ook wel echt weg is daarna. Want dat is het droge. De afdronk is echt droog. Dus je proeft het fruitige en daarna is het weg. Deze is echt een echt goed voorbeeld ook van een saison. Wat mij betreft echt een aanrader. Ik heb deze besteld bij Beerwolf, maar goed, waarschijnlijk op verschillende plekken ook nog wel te krijgen. Ik ga in ieder geval hier eventjes lekker van genieten. Ik zou zeggen, proost!